Nou, als mensen het op komen halen en ik ben niet tevreden, dan zit ik gewoon met pijn in mijn buik. Dat zou ik niet eens kunnen. Dus ik maak het liever over of ik doe het er liever wat langer over. Dat de mensen ook echt helemaal zoiets hebben van, nou, dat is het gewoon. Vroeger zat ik eigenlijk altijd wel al met sieraden een beetje te knutselen meer te doen. Maar ja, nooit bij die opleiding eigenlijk stilgestaan. En toen ben ik dus eigenlijk via mijn vader terechtgekomen op de opleiding goud en zilversmeden. En sinds ik daar naartoe ben gegaan is het gewoon eigenlijk helemaal goed. Ik heb geen moment spijt gehad. Ik vind het gewoon echt helemaal geweldig. Zelf de opleiding naar goudsmeden en zilversmeden gedaan. Dat zijn twee verschillende opleidingen. Het verschil tussen goud en zilversmeden zit hem niet zozeer in het materiaal. Want dat denken de meeste mensen. Hè, dat goud en zilversmeden gewoon... de een is met goud en de ander is met zilver. Maar het gaat puur om de techniek. Zilversmeden is gewoon de grovere techniek. Dus je hebt gewoon je bekers, borden, bestek. En goudsmeden is puur fijne techniek. Dus echt de sieraden. En dat kan zowel van goud als zilver. Als titanium. Eigenlijk met alles erop en eraan. Toen ik klaar was, had ik zoiets van, ja, wat moet je nou? En ik dacht, nou, ik ga nooit voor mezelf beginnen. Ik vind dood in, dat doe ik niet. En alleen, toen al mijn stage leren, dus zei ik van, joh, waarom doe je dat niet? Ik was net eigenlijk goed een maand bezig. Toen kreeg ik een telefoontje via van de gemeente Lelystad. Of waren ze bezig met de nieuwe ambtsketen? Ze hadden al her en der wat geïnformeerd. Maar ja, het is natuurlijk leukst om ook door iemand uit Lelystad te laten maken. En er is gevraagd of ik inderdaad dat ontwerpen wou maken. Dus dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk is die opdracht dus ook doorgegaan. En dat was gewoon een hele leuke opdracht natuurlijk. Ik bedoel, dat is iets dat blijft op je cv staan. Dat is erg leuk. Mijn inspiratie haal ik vooral uit de natuur. Vormen van bladeren, vormen van... takken. Ik kijk heel veel om me heen. Eigenlijk alle kleine dingen. En ook als er bijvoorbeeld belangrijke dingen in je leven gebeuren. Zoals net geboorte van mijn zoontje of wat dan ook. Dat kan je zelf ook wel heel erg veranderen daardoor. Waardoor je ook weer hele andere inspiratie krijgt. Er zijn natuurlijk wel eens momenten dat je op een gegeven moment gewoon echt vast komt te zitten. Dat je zoiets hebt van ik weet gewoon echt niet goed. En zeker als je bijvoorbeeld voor een expositie zit. Nou, je gaat wandelen of je gaat wat om je heen kijken. En in één keer is het er gewoon. Maar ja, die angst toch dat je op dat moment hebt. Dat je geen inspiratie hebt. Ja, dat is op dat moment best wel heel spannend. Maar ja, aan de andere kant. Het komt eigenlijk altijd wel weer goed. Ik maak op een gegeven moment een serie. En als ik dat heb afgesloten, dan heb ik het ook gehad. En vind ik ook, dan wil ik er ook niet mee verder. Dan wil ik gewoon ook echt wat nieuws maken. Doordat ik toch verschillende dingen doe, dat komt ook denk ik omdat je toch met klanten werkt. Iedereen is natuurlijk heeft een eigen smaak, een eigen stijl. Daardoor ben je ook heel breed om dingen te maken. Je kan ook heel strak werken, maar je kan ook heel organisch en heel symbolisch werken. Ik heb van mezelf eigenlijk twee dingen die ik altijd draag. Dat is die ketting en de armband.
Ik ben zelf uitgegaan van deze armband eigenlijk met de vormen van gebouwen. Dus de kantelen van kastelen. Totdat ik hem eigenlijk gemaakt heb. Laat iemand naar me toe komen en zei van, goh, als je het zo houdt. Toen zijn het eigenlijk, die dachten dat het olifantjes waren. Dus dat is op zich wel heel grappig. In het begin zeiden mensen ook wel eens van, joh, je moet dingen van jezelf om. En ja, ik had dus zoiets van, nou, ik ga mezelf niet volhangen. Ik heb twee dingen, dat draag ik gewoon dag en nacht. En ze zeggen ook wel eens, ja, nou, je hebt wel een leuk vak wat je doet. Dan kan je mooi allemaal sieraden voor jezelf maken. Maar ik ben juist, als ik iets voor mezelf ga maken, dan ben ik zo ontzettend kritisch dat ik eigenlijk niks goed vind. CKV in de ronde, dat zijn cursussen. Je kan daar niet echt een diploma halen, maar het is meer gewoon een beetje de basistechnieken leren. En mensen vinden het gewoon leuk dat ze iets kunnen maken wat ze zelf, of iets kunnen dragen wat ze dan zelf gemaakt hebben. Verder werk ik veel in opdracht. Ik werk ook voor mezelf. Ik leg werk in andere winkels neer. Ik maak ook werk voor exposities. En ja, het leukste van die drie vind ik, ja, ik vind het heel moeilijk. Want ik vind voor mezelf werk vind ik ook erg leuk, want ik kan mijn creativiteit ook erg daarin kwijt. Maar het opdrachten voor klanten vind ik ook wel erg leuk. Ik denk dat het belangrijkste is gewoon dat je goed naar de mensen luistert. Goed luistert wat ze willen. Kijk, hun hebben natuurlijk een plaatje in hun hoofd. Ze komen het je vertellen. Ze komen het laten zien hoe het eruit ziet. Maar wat jij maakt, is dat ook wat hun verwacht? Dat is gewoon een hele grote uitdaging. En dat vind ik gewoon eigenlijk, ja, erg leuk. En zeker als je dan het klaar hebt. Het is natuurlijk erg spannend. Is het eigenlijk iets wat aan hun wensen voldoet? Ja. Waar gaat hij dan? Dat is gewoon heel, ja, dat is heel spannend altijd. Wat je ervan weet. Auw. Oh. Ja, super gaaf. Wat je bedoelde? Nee. Maar? Nee. Super gaaf. Ja? Ja, mag ik het aanraken? Ja, tuurlijk. Oh, wow. Ja. Hij is heel... Nou, perfect. Ja? Oh. Ga maar. Oh, ja, ook zo nou. Primeur. Ja, mooi. Ja, echt heel mooi. Echt heel mooi set. Ja, echt super gaaf. Bijzonders. Ja, maar met dragen, vaak met dragen wordt het ook mooier. Ah, ja. Wat ik zelf heel belangrijk vind, ook, ik heb liever dat als ik zeker voor een klant werk, ik ben er liever een uur langer mee bezig. Dat is dan wel mijn eigen tijd. Maar dat de mensen gewoon echt, dat ik echt ook weggeef met een gevoel van dat het gewoon echt helemaal tevreden over ben. Nou, als de mensen het opkomen halen en ik ben niet tevreden, nou, dan zit ik gewoon met pijn in mijn buik. Dat zou ik niet eens kunnen. Dus ik maak het liever over of ik doe er liever wat langer over. Dat de mensen ook echt helemaal zoiets hebben van, nou, dat is het gewoon. Ik blijf gewoon zo door zoals ik nu ga. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik heb een ontzettend leuke klantenkring opgebouwd. Ik kan lekker voor mijn eigen dingen ontwerpen. Ik denk dat ik gewoon doorga tot ik... tot ik misschien niet goed kan zien. Of meer, ja, daar heb je nog een loop of wat dan ook. Dus ik denk dat ik voorlopig... tot ik bij neerval misschien. Maar dat ik voorlopig doorga. Nee, ik zal hier niet snel mee stoppen. Thank you.